Yo, kijk van IMT, we hebben een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En ik heb ondertussen een beetje lening af laten betalen. En ik wil graag mijn schoonmaakster eventjes een flinke preek geven, want ze maken alles niet goed schoon. Want er komt binnenkort een VIP langs. En ik ben achtergekomen dat ik de allerlaatste missie waarschijnlijk nog niet kan spelen, omdat ik die ene missie niet gehaald heb. Dat is op zich ook best wel pretty shit. Maar even kijken. Ze houdt dus niet van storingen. Dus gewoon even alle attracties minimaal één keer gaan. De meest logische route ga ik uitstippelen. Ik ga hem zo. Helemaal die kant op. Deze attractie. Dan gaan we daar naartoe. Hier nog even lekker gezellig kijken. Dan krijg jij dit, dit, dit. Die. Die, die. Die, die, die. En die nog een keer aan het einde. Kijk, en ik kan mijn Tycoon Master halen. Woe! Ik ga er land bij kopen. Daar doen we het voor. 21 juni komt ze. Ik moet nu een parkwaarde van 60.000 zien te halen. Jezus, stop met spammen. Wij gaan jou verkopen. Wij gaan jou ook verkopen. Zo. Dat is een klein beetje geld voor een nieuwe attractie. Parachute drop was volgens mij nieuw. Deze attractie die is echt freaking huge. Zullen we maar eens hier neerplempen? Ja, gewoon hier. I don't freaking care. Ga vanaf deze kant is gewoon. Dus naar beneden, echt zo snel mogelijk. Ik heb altijd het liefst gewoon zo snel mogelijk naar beneden. Het scheelt echt zo enorm veel geld. Dat is gewoon echt abnormaal veel. Ja, ik wil eigenlijk ook zo snel mogelijk hier naar beneden laten gaan. Zo. Hoe kom jij daar al zo snel op? Hoe dan? Daar ben ik echt wel 2,50 voor. Dus attractie is zo hard geweest dat het gewoon niks doet. Dat kan ook nog. Of willen mensen hier helemaal niet zien? Poef, wegballon. Hallo, hier is een ingang, hè? Nee, jij gaat ook niet. Oké, maar een van mijn parkwaarden stijgt wel weer. Met ruim 2000 eurotjes. Kijk, daar gaat de eerste. Wat denken de mensen nou eigenlijk over? Oh, die gaat maar 1 voor 1. Aha, that explains why. Oké. Ruimtering hadden we al. Planetarium. Zullen we achter zin een zwembadje gaan bouwen? Achter even wat dingen plat gooien. Seriously, waar heb ik nou wat gebouwd? What the fuck? Dat heb ik nooit gedaan. Zoiets. Maybe. Kijk, zo. Kijk, maak ik dit mooi met de vloer, met de grond gelijk. Dat is dit hier. Ik had toch geld zat. Toch niet meer rekening te houden met de lening. Die ik al heb. Even zo.
Mooi plat. En dan serieus 2D textjes. Oh, dat leek zo vanaf mijn kant. Dat is wel heel erg slecht gevonden. Dan wil ik hier zo meteen een klein zwembadje gaan bouwen. Ook mooi plat. Dit trouwens ook. Hier nog eventjes. Oké, dan komt hier dus eigenlijk een heel mooi zwembad. Hoezo hier. Kost een klein beetje te veel geld. ATM. Dit kost ook nog te veel. We zien. Het is niet helemaal de bedoeling. Ja, iets hoger gaat. Nou, hier kost het dus 12. Dus 42. Hier dus ook. En dan kost hij 1,30. Oké, okay, even een klein beetje geld erbij sprokkelen. Nou, dat is nu niet zo'n grote bouw nu. Nu is heel groter nu nog bouwen. Wauw, goed geen Nederlands. Jezus Christus. Oké. Okay. Nee, is niet goed genoeg. Oh ja, dat is ook echt heel fijn dat zo'n blauwe dingetje zo mooi ervoor komt hangen elke keer. Je ziet ook echt zoveel dan. We gaan hier dus een hem hier neerzetten. Een paar douches. Een bubbelbad. Een best wel een mooie duikplank. Dan heb ik wat meer, een klein beetje geld erbij. Kan ik dit mooi bijbouwen. En wil ik eigenlijk via deze kant hier. Dus hier wil ik zo de eerste keer een glijbaan uit laten komen. Waarschijnlijk hier. Ja, dat ga ik hier laten doen. Kijk, dat doen we even zo. Kijk, gaat het ook goed? Wat ik nou precies wil. Ja, het zou kunnen. Oké, we gaan een glijbaantje bouwen. Body slide. Is niet zo'n hele ogen. Dat ben ik niet helemaal mee eens. Ik wil best wel een hoge hebben. Meteen overdekt wordt. Je hebt niet gevraagd de geld om het te gaan doen. Nee, weet geef eens een keer als het op pauze gaat. Nog best wel een beetje een grote zijn. Nee, dan even iets anders doen. Gewoon heel snel naar beneden. Ach, kan nog steiler. En dan gaan we een stukje deze kant op. En dan. Oh, dit zit ook hierin. Nee, dat is een klein stukje zo omhoog. Dat was goed. Gaan we mooi even rechtdoor. Even een heel klein stukje omlaag. En hoe goed ik hier zo meteen uit ga komen. Ik denk het trouwens niet zo heel goed eigenlijk. Nee, laat ik dat maar niet gaan proberen. Dit even zo doen. Er is een VIP aangekomen. Wow. Dat is het misschien niet waar ik echt bang voor ben, maar je bent van dit. Er zit een gat in. Monteurtje. Jij gaat dit even repareren. Een of andere monteur. Het maakt niet uit wat je doet. Dat hekwerk moet gerepareerd worden. Nou, ik heb nog een heel klein stuk verblijf erbij dan. Zo moet.
Niet zo heel veel meer erbij, maar een klein beetje. Oké dan. Zodat die fit blij is, dan ben ik ook blij. Ik wil die body slide even gaan testen. Nou, daar gaan we dan, jongens. Let's glide. Dat was hem. Wow. Die is echt lekker veilig. Hoeveel excitement heeft hij? Nou, best wel veel. Dat komt natuurlijk best wel hard gaat waarschijnlijk. Zo, die is een stukje veiliger. Teamverzorger 1 heeft ontslag genomen. Dit is denk ik toch gewoon twee nieuwe aan. Kan mij het verrekken. Ja, attracties, zwembaden. Natuurlijk moeten er een paar trappetjes bij komen. Kunnen de mensen er nooit uit. Verlichting doen we niet aan, maar dat kost geld. Dit kost echt helemaal niks op trap. Dat is echt wel veel normale duren. Hoppa. Whirlpools. Een paar lichtbedjes. Ja, zoiets. Duikplank. Hoe tevreden is die VIP eigenlijk? Op het moment. Zij dat? Zit nou helemaal hierin. Die selecteren. Ja, ik had ook zo. Had ik ook een met. Die standaard aan. Jezus. Ja, dat is standaard. Even kijken. Tevredenheid is heel hoog. Zo, dat is helemaal helemaal prachtig. Zou dus even open mogen. Hierin heeft nu het puur. Oh, is best wel langzaam. Hoogste valhoogte. 35,8 meter. Nou, mensen mogen weer een klein stukje naartoe lopen. Of er nog plaats om wat te upgraden. En 1 euro vind ik wel heel erg goedkoop. Dus 2,50 vind ik wel een mooie prijs. En de vraag is, hebben mensen het ervoor over? Vinden ze het duur of vinden ze het heel goedkoop? Ik wil het nog een keer. Mag niet. Ik moet echt een afzetten hier eigenlijk. Nog een klein beetje bouwen of wat kleinere mensjes. Ja, dat gaan we gewoon doen. Oh wacht, hier kunnen natuurlijk mensen nog nooit bij. Even naar boven. Zo manier, ja. Dan gaan we hem open doen. Het is wel zo'n flinke trap. Ze wil naar huis. De VIP verlaat het park. Wat? Ik heb nog steeds gehaald. Oh, ik heb schermen dus al gehaald. Screw die glijbaan. Dus we hebben het in ieder geval gehaald. Dus lieve like. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.